Vullen Anita, is het misschien wel de slechtste wedstrijd van jullie geweest dit seizoen? Het was geen goede wedstrijd, laten we het daarop houden. Eerste helft, als je 3 doelpunten tegenkrijgt in de eerste helft, is dat niet goed. Met alle goede intenties begonnen, goed druk zetten, een paar keer goede bal onderschep, maar toch met kleine fouten dat ze dat gelijk afstraffen. En dan loop je achter de feiten aan in de tweede helft. Ja, het is vooral ook omschakelen geweest, wat Vitesse deed. En iedere bal ging er bijna in volgens mij. Is dat frustrerend op dat moment? Absoluut. Hun waren een beetje een soort van afwachtend aan het spelen. En ze wisten wij spelen thuis dat we er volop op klapten. En daar speelden ze goed eigenlijk omheen. Tussen de linies en zo ons proberen uit te spelen. En dat is hun aardig gelukt in de eerste helft. Is het dan zo als die 1-0 valt dat je misschien na die 2-0 ook nog dat je misschien wat voorzichtiger moet spelen? Of kan dat juist niet? Want nu is het bij balverlies meteen gevaarlijk. Ja, absoluut. Daar wachten ze eigenlijk op. Wij probeerden de spel te maken en hun wachten op onze foutjes. Om met hun spits die goed eigenlijk in de diepte liep om het veld te rekken. En vanuit daar te voetballen. Maar nee, we moeten leren van onze fouten en doorgaan. In de tweede helft vond ik dat we er ook wat meer optimistisch speelden. Maar de korte op waren met de tweede ballen wonen en vanuit daar voetbalden. Maar dat was eigenlijk al te laat. We liepen achter de feiten aan. Maar we moeten leren van onze fouten. En zaterdag staat er weer een belangrijke pot op het spel. En daar moeten we klaar voor zijn. Ja, dan zeg je, loopt achter de feiten aan. Hoe ga je na de rust het veld erop? Want je staat 3-0 achter, wetende van ja, eigenlijk is het heel moeilijk nu. Hoe ga je dan het veld op? Met welk idee? Nee, we moesten er gewoon vol op klappen. Je weet als je vroeg scoort dat er alles kan gebeuren in het voetbal. Dat wachtte zich eigenlijk af. We scoorden niet meteen. Maar als team moet je er kort op blijven doorgaan. En niks tegenkrijgen om een grotere pak slaag te krijgen eigenlijk. Dus als team was het bij elkaar blijven en keihard knokken. Is dan ook Hink op twee gedachten? Want jij zegt al van ja, je wil geen pak slaag krijgen qua uitslag. Maar soms leek het ook wel of je met heel veel man achterin bleven staan. Dat er twee groepen waren eigenlijk, de voorhoede en middenveld / achterhoede. Is dat lastig? Kun je dat ook nog omzetten in het veld? Want ja, je wil of je moet eigenlijk scoren. Ja, je wilt graag. Dus je gaat lange ballen vanuit achteruit spelen en dan wordt het veld wordt groter. De helft sluit aan en wanneer de bal terugkomt moeten we weer terug. Daarom creëer je grote ruimtes en ja, dan loop je meer dan normaal. Maar dat moeten we als team toch doen. De ruimtes klein mogelijk houden en doorgaan, zeg maar. Jammer genoeg lukte het vandaag niet. Maar we moeten deze wedstrijd analyseren met z'n allen. Bij elkaar blijven als team, als club, als supporters en doorgaan. Ja, want dat was nu wel. Er waren al wat geluiden, wat fluitconcertjes. Misschien ook wel logisch, maar hoe ga je dit nu doen? Is het dan morgen bespreken of maandag? Ja, maandag bespreken en dan kop omhoog en door en naar AZ toe, want je krijgt wel een lastige uitwedstrijd meteen natuurlijk. Ja, absoluut, morgen dit analyseren als team, als individu. Kijken wat je beter kan doen, wat je goed deed, wat je slecht deed. En doorgaan eigenlijk in de trainingen, dat verbeteren. Want wat je net al zei, zaterdag staat er weer een zware pot, een uitwedstrijd. En daar moeten we klaar voor zijn. Als laatste kijk je ook al iets verder, want daarna krijg je 3 wedstrijden. Heerenveen, ADO, Emmen. Dan moeten er punten gepakt worden. Hebben jullie als groep iets van, we moeten nog zoveel punten pakken voordat die winterstop begint? We kijken het wel wedstrijd per wedstrijd. Maar we weten als team dat we punten moeten pakken natuurlijk. Maar we moeten het wedstrijd per wedstrijd kijken. Niet te ver vooruit kijken, want AZ is niet zomaar een tegenstander.